Vorige week was het hier nog gewoon dicht begroeid. Stonden hier nog allemaal grote bomen, bomen van 24 jaar en ouder. Vlogen hier nog buizerds rond, vlakbij hier zit een nest. Ja, dat is nu allemaal weg. In het bos van Los in Zuid-Beierland zijn meer bomen gekapt dan toegestaan. Gedeeltes van het bos moeten ruimte maken voor 12 landhuizen. Liefhebbers van het bos zijn niet blij. Persoonlijk maakt mij dat gewoon heel erg boos. Dat trekken wij ons allemaal heel erg aan, dat we van het begin af aan van de kap de omgevingsdienst hebben gebeld. En hebben gezegd, hey, wat hier gebeurt is geloof ik niet in orde. En ja, helaas kwam de omgevingsdienst daar woensdag pas achter dat we eigenlijk gelijk hadden. Maar toen was het gewoon te laat, want toen was dit allemaal al gekapt. Ik heb altijd gezegd van, weet je, we zijn geen rare wappies die per se ons aan bomen willen vastklampen. Maar je ziet gewoon dat de natuur niet beschermd is. We hebben met z'n allen regels afgesproken. Dat moet gewoon zo wettelijk. En niemand doet er wat aan en niemand houdt zich er ook aan. En daar word ik gewoon heel gefrustreerd van. Vooral als je dat laat weten dat het gaande is. En dat er dan pas achteraf wordt gezegd, oh ja, je had gelijk, jammer, we sturen een waarschuwingsbrief. De eigenaren van het stuk grond laten in een schriftelijke reactie weten dat er geen kapmelding nodig was voor de desbetreffende bomen. En dat er niet te veel gekapt is. Maar dat lijkt niet te kloppen. Nou, op verzoek van de gemeente is de omgevingsdienst wezen controleren. Hij heeft geconstateerd dat er meer bomen gekapt zijn dan is toegestaan. En hij krijgt daar bericht over en hij moet dat alsnog melden. Bomen die gekapt zijn kunnen natuurlijk niet weer aan elkaar plakken. En daarom ben ik erg blij met het besluit dat er gecompenseerd moet gaan worden. Het gekapte groen moet gecompenseerd worden door ergens anders nieuw groen te plaatsen. Maar dat had sowieso al gemoeten. De eigenaren krijgen een waarschuwing, maar echte sancties blijven uit. Om het bos beter te beschermen is er geprotesteerd bij het gemeentehuis.